Jongens en meisjes, dames en heren, ladies and gentlepeeps. Hij is hier, Horizon Zero Dawn, de game van Guerrilla uit Amsterdam. Super vet. Als een groot titel is Daniel, die is met de game aan de slag gaan. Ik ben Peter, hoi. En ik ben geen groot fan van de games van Guerrilla, maar ik had ontzettend veel zin in Horizon Zero Dawn. Want bij alles wat ik zag in die game kreeg ik een Zelda-vibe. Ja, dat snap ik. Ja. En we gaan onderzoeken of dat zo is. Je hebt de review al geschreven, ik heb het cijfer al gezien. Je bent hartstikke stoked. Ja. Maar voor de mensen die het niet weten, Guerrilla heeft een aantal shooters gemaakt, Killzone. Wat is Horizon? Horizon Zero Dawn is echt een totaal andere game. Het is een actie-RPG en je start met Aloy, een roodharige dame die eigenlijk als buitenstaander opgroeit en eigenlijk voor haar positie moet vechten. Maar ja, goed, dat is natuurlijk niet het belangrijkste, want de wereld is overgenomen door robotachtige machines. Ja, het is de aarde zoals we die nu kennen, maar dan over een paar honderd jaar. Ik weet niet precies hoe ver we de toekomst Maar het is deze aarde en er is iets gebeurd waardoor de robots de baas zijn. We staan niet meer boven aan de voedselketen. Nee, sowieso niet. De wereld is verwoest, is overgenomen door eigenlijk de natuur. Er zijn geen hele grote steden meer. En de mens is teruggegaan naar de primitieve tijd. Dat zie je aan alles. Dat zie je aan de kleding, dat zie je aan eigenlijk weer culturen van vroeger. Ja. Mensen hebben rare gebruiken. Mensen leven echt weer primitief met pijl en boog. Oké. En voor de mensen, voor de mensen die, om het even duidelijk te maken, het is een soort open wereld third person actiegame à la Assassin's Creed meets The Witcher. The Witcher. Ja. Het is geen. Is het net zo RPG? Wel minder diep, maar wel zeg maar het hele dynamische vechtsysteem en meer de dynamische wereld in plaats van een Dragon Age of een Skyrim die echt veel meer statische combat kent. Ja, precies. Skyrim, dus de combat is heel belangrijk. Ja. En dat werkt gewoon, hoe werkt het? Heb je een lock systeem dat je gewoon... Nee, je hebt gewoon een pijl en boog en daarmee kun je richten en... Je hebt sowieso heel veel verschillende vijanden. Je hebt natuurlijk de machines, maar je hebt ook bandieten waar je tegen moet vechten. Ja, bandieten die hebben op zich niet echt een zwakke plek, maar de machines wel. En Aloy heeft een dingetje in haar oor, de focus. Daarmee kun je alles scannen. Je kan grondstoffen scannen. Je kan paden onderzoeken waar je naartoe kan. Maar je kan dus ook de machine scannen en daarmee kun je de zwakke plek ontdekken. Die ligt er geel op. En dan zie je ook hoe je die zwakke plek kunt verwoesten. Dat kan zijn met vuur, met ijs of door het te breken en dat soort dingen. En daar kom je volgens mij bij wat ik dan heel erg gezelde vibe vind. Is als je een monster moet doodmaken met ijs, maar je hebt nog niet de ijskracht, dan kun je dat ook gewoon op dat moment nog niet doen. Werkt het zo of heb je alles al vanaf het begin? Nee, je hebt absoluut niet alles vanaf het begin. Je moet echt grondstoffen gaan verzamelen. En dat is echt een beetje het RPG-punt. Heel overzichtelijk menu. Je krijgt skill points. Je kunt de grondstoffen verzamelen om dus wapens en munitie te maken. Om outfits te kopen en aan te passen. Maar inderdaad, in het begin heb je nog niet alles. Je verdient heel snel wel metaalscherven waarmee je dus het nodige kunt kopen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een watcher lens nodig of een scrapper hart om dus bepaalde dingen te kunnen maken. En daar kwam ik op een gegeven moment even op een doodpunt dat ik op een gegeven moment echt op een soort van boogschuttersvest bezig was. Ik was echt met twee grote machines, was ik echt een half uur bezig om gewoon maar pijlen te schieten, omdat ik nog geen... Dat is toch vet? Dan moet je ze ook nog niet aanvallen. Dan moet je er even wachten, dan moet je nog meer... Ja, maar het werkt met hoofdquest en subquest, dus dan moet je meer subquest gaan doen. Ja, maar dat was dus een subquest en dat was een subquest van een lager level dan ik zelf was. Oh, maar je had gewoon niet de shit die je Ik had hebben. Nog niet de shit die ik moest hebben. En het is heel tof om te ontdekken van oké, wat heb ik nodig voor welke machine? En als je eenmaal de wapens hebt, dan kun je natuurlijk van wapens switchen en
de zwakke plek van de machine aanpakken. Maar heb je nog niet alles, dan zit je echt even op zo'n doodpunt. Okay. Zelfs bij een missie met een lager level. Dat je denkt van, ja, fuck, ik ben gewoon een half uur pijlen aan het schieten. En dat is... Het is een moeilijke game. Ja, natuurlijk. Dus je wordt in de diepe gegooid, toch? Ja, dat wel. Maar dat is toch vet? Ik vond dat toch een beetje een doodpunt. Dat ik dacht van, ja, ik heb die shit niet en ik ben alleen maar aan het schieten. Terwijl de rest van de combat is super vet. Omdat de machines zijn echt meedogenloos. Ja. Je hebt de Watchers zijn al bitches, weet je wel. Maar je hebt de grote, je hebt de Scrappers, je hebt de ik ben even de naam allemaal kwijt, maar... De 13 soort, volgens mij. Heb ik gelezen, ja. Op nu.nl, die hadden een interview met Kirill, ja. Ik dacht iets meer, maar... Oké. Maar je hebt hele grote machines en... Ja, elke machine vergt natuurlijk wel een tactiek om hem te verslaan, omdat ze vallen allemaal op een andere manier aan. En dat maakt het wel heel vet en heel uitdagend. Ja. En als je de shit hebt, dan kun je ontzettend vette vallen zetten. Je kan de machines vastzetten en gevarieerd. Dat is zeker. Ja. Oké, we gaan naar de open wereld, want daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ze wilden bij Guerrilla zeg maar heel veel soorten... ze hebben gekeken naar een documentaire. Ze wilden alles uit... Wilden ze zeg maar in de game. Okay. Dus alle verschillende soorten klimaten, et cetera, et cetera, en omgevingen. Hoe werkt dat? Is dat gelukt? Is het een mooie game met heel veel verschillende omgevingen? Het is heel divers. Je begint in een gebied, vooral in een bosachtig gebied. Je hebt daarin moerassen en als je een berg opklimt, dan gaat het ook echt sneeuwen. En dan geeft Aloy af en toe ook van die opmerking van, de sneeuw snijdt door mijn huid heen en zo. En ze maken af en toe wel van die sarcastische opmerkingen, dat is wel heel erg grappig. En je hebt ook een soort van Grand Canyon-achtige gebieden en ook steden die daarbij passen en ook verschillende culturen dus in die verschillende gebieden. De wereld is zo divers dat je echt elke keer versteld staat als je dus weer een soort van bergpas overkomt dat je denkt van holy shit. Ook? Ja, het is echt wel heel erg groot. Mooi. Komt al best wel snel zeg maar in het midden van de map. En dan heb je echt zoiets van, maar soms moet je dus een stuk terug of een stuk naar boven of naar onder om een andere quest aan te gaan. En dan denk je, dat is wel echt even ver lopen. Maar tof is, je kan dus bepaalde machines kun je als mount gebruiken. Die kun je dus overnemen en dan kun je dus op klimmen en dan kun je sowieso ermee reizen. Het gaat een stuk sneller. Daarnaast heb je kampvuren waarbij je de game kan opslaan, maar die dienen ook als fast travel. Daarbij heb je wel de fast travel packs nodig. Nou ja, goed, die vind je hier en daar over de hele wereld. Dus daar heb je er best wel genoeg aan. En je gebruikt ze ook niet veel, omdat de wereld zo mooi en zo divers is. En het lijkt gewoon allemaal te kloppen. En dat is ook met het verhaal zo. Als je de trailers een beetje bekijkt, vooral de eerste trailers van Horizon, dat je denkt van... ik moet tegen machines vechten, maar hoe gaat het in zijn werk? Maar de game bevat zoveel meer. Bijna elke quest, zelfs bijna elke subquest... bevat zo ontzettend veel informatie over de game, dat het gewoon in zijn geheel al echt een... Dat je denkt van, ik heb daar en daar en daar een vraag over en dan doe je die quest en denk je... daarom ben ik dus of tegen de machines aan het vechten of daarom hebben mensen een bepaalde cultuur of daarom gebeurt dat of daarom gebeurt dat. En dat is wel heel erg vet dat helemaal verwikkeld is met de hele wereld en dat is wel de heel de story tof. Is heel goed. Jij moest heel veel filmpjes kijken. Je moet veel filmpjes kijken. Ja, ik vond het verhaal, zeker in de hoofdmissie, is het verhaal ontzettend interessant. Je krijgt zoveel informatie. Het zit zo ontzettend sterk in elkaar. En dat hebben ze bij Guerrilla echt goed aangepakt. Alleen, soms heb je van die kleine missies. En dan moet je bijvoorbeeld iemand helpen van mijn dochter is zoek. Of er zit nog een wapen in die machine. Wil je dat voor me gaan halen? Maar dan komt er nog een heel verhaal achteraan. Het is interessant voor het geheel. Ja. Dat je denkt van, ik krijg meer te weten over de wereld en hoe het desnoods vroeger was. Maar soms zelfs bij de kleinste missies had ik echt het idee van, het is iets te veel van het goede. Ja. Want je hebt ook nog heel veel logbestanden en audio dingen die je kunt verzamelen. Dus er zit zo ongelooflijk veel verhaal in. Ik vind het altijd wel vet, te veel verhaal. Dat kun je ook overslaan als je wilt, toch? Je kan het sowieso dus, overslaan. Ja, dat, ik ben er altijd wel voor, want dat betekent heel veel liefde in de wereld zit. Je hebt de game een 8.8 gegeven, zag ik op gamersnet.nl. Ik wil als final thought wil ik je grootste minpunt en je grootste pluspunt van de game. Eén stuk each. Een grootste pluspunt is de diversiteit in de wereld, waarbij je RPG-elementen hebt in de combat. En dat maakt het super vet.
Het grootste minpunt... 3.1. Ja, precies. Nou, heel goed. Ja. Het grootste minpunt vond ik toch wel net iets te veel verhaal bij de kleine missies. Ook al kun je het overslaan. Ik vond het soms net iets te langdradig worden. Ja, waardoor ik dat toch even dacht van, meh, dat had iets minder gemogen. Tof. Jongens, jullie weten nu ons oordeel over Horizon Zero Dawn. Ben je zelf met de game aan de slag? Laat ook even hier in de comments weten wat jij van het spel vindt. Of je het met Daniel eens bent, ja, of totaal niet. En volg ons op YouTube, gamers.nl. Daar staat ook de uitgebreide geschreven review. Zeker. Facebook, Twitter, whatever. Dankjewel voor het kijken. Tot snel weer. Dankjewel, Daan. Sure. En jij gaat verder met de game. En ik ga verder met jou.